Naar aanleiding van de release van de film Kick-Ass 2 organiseerde Krav Maga Academy in Antwerpen een bootcamp vol oefeningen en spannende opdrachten om zelf een superhero te worden. Go! Kom op jongens, doe! Niet op chill draaien, dan ga je een push-up doen! Go! Nou, vandaag ben ik kolonel Stars and Stripes. Ja, de aarde hand is wel nodig, want soms moet je dan niet alleen de fysiek, maar ook de mentaal bijbrengen bij sommige van de jongens. En ja, zoals wij weten, onze maatschappij is steeds harder, dus wij moeten ook aarde hanteren. Het concept van vandaag is een bootcamp dat we organiseren om mensen te leren zichzelf een beetje te verdedigen. In analogie met het Kick-Ass gebeuren op televisie tegenwoordig of in de film, is het zo dat we proberen van gewone mensen die eigenlijk niet gewoon zijn om in agressiesituaties te komen, te leren omgaan met agressie. Dit is Michiel. Dankzij M&M mag hij samen met zijn vrienden deze bootcamp meevolgen. We zijn al van vanmorgen 10 uur bezig tot nu, non-stop. En we hebben echt wel heel veel aangeleerd. Als je een slag geeft op iemand zijn hoofd, wordt hij heel verward. Dus gaat hij even niet meer bij zijn positief zijn. Zo reset hij zijn computer, omdat hij gewoon volledig van nul moet terug opstarten en recht te komen staan, omdat hij op de grond gaat liggen natuurlijk. En tegen dat ben ik al lang weggelopen. Dus, Maar de focus bij Krav Maga ligt niet enkel op het fysieke. Het begint eigenlijk allemaal bij de-escalatie. Ze leren het gevaar af te wenden. Ze leren een situatie, een confrontatiesituatie te ontlopen. En dan leren ze de combatters, dat zijn de gevechtsbewegingen. De jongeren die bij ons komen zoeken, komen meestal onder impuls van de ouders. Omdat de ouders denken dat kinderen niet meer veilig zijn. Ze zoeken daar een oplossing voor, ze plaatsen een alarmsysteem en ze komen naar de Krav Maga. Zelfs als je alleen loopt, een bepaalde streken bekend natuurlijk, heb je wel schrik om opzet. Als Michiel na deze bootcamp zou aangevallen worden, zou hij het helemaal anders aanpakken. Dus voor het gisteren gebeurd zijn, zou ik niets kunnen gedaan hebben. Maar nu zou ik mij toch al kunnen proberen verweerd hebben. Maar wel bij risico en zou ik misschien nog toch kunnen weggelopen zijn.